1-1. Kan je daarmee leven? Ja, ik kan er wel mee leven. Je moest wel even over denken. Ja, ja. Want er had sowieso al meer in gezeten, maar in de blessuretijd kan je hem ook nog verliezen. Dus, maar als ik zie, kijk naar de eerste helft van het seizoen en nu, dan hadden we de eerste helft van het seizoen hadden we dit potje nog verloren. Want de eerste helft van het seizoen kwamen we best nog wel regelmatig voor. Maar na een tegenslag verloren we vaak de wedstrijd. En nu kwam die tegenslag met die 1-1. En ik vond hem een beetje uit de lucht komen vallen. En toen zei ik gelijk al van, ik ben benieuwd hoe ze nu oppakken. En ik vond dat ze dat goed oppakten. En ik denk dat wij de tweede helft, vooral op de counter, maar met gerichte counters, de 2-0 wel hadden moeten maken of de 2-1. Ja. En dat gebeurde niet. Maar ik ben al met al erg tevreden. We hadden een bepaalde tactiek uitgesproken. Ik denk dat dat die gasten hebben het fantastisch opgepakt. Ja, voetballend heeft BC geen kans gecreëerd. Het waren vooral lange ballen en opportunistisch. Eerste helft, BC, dat heeft een goed middenveld. Dat werd steeds overgeslagen. De verdienste van Florian? Ja, denk ik wel. We hadden gewoon gekoppeld op het middenveld. Dus de middenvelders van BC die kregen geen meter ruimte en dat zag je. En dat was erg goed. Ze konden alleen de langere ballen hanteren. Dan weet je dat het soms hachelijk kan worden, maar ik denk dat over het algemeen dat mijn verdedigers de baas waren. En de eerste helft hebben ze in de eerste minuut een corner gehad. En volgens mij nog één scrimmage, maar voor de rest hebben we niks weggegeven de eerste helft, uit mijn hoofd gezegd. En wij hadden twee hele goede buitendoelpunten, twee hele goede momenten die erin hadden gekund, gemoeten. En de tweede helft denk ik precies hetzelfde. Niet heel veel weggegeven. Echt grote kans, behalve in de blessuretijd. Dat was echt een grote kans. Ja, want Stefan die kreeg hem op zijn neus en hij weet het zelf niet hoe hij eruit gaat. Hij weet het niet meer, dus dat was echt een hele grote kans van zo dichtbij. En dat doelpunt van hun. En voor de rest was het vooral hachelijke momenten, maar niet echt grote kansen. En ik denk dat wij die wel hadden, balletje nog op de lat natuurlijk. Dat was ook geen grote kans, maar de mogelijkheid die hij zelf creëert. En voor de rest nog wat 1 tegen 1 en 2 tegen 2 situaties. Hadden we beter uit moeten spelen, maar ja, 1-1. Ik vind het goed. Het is toch de koploper. Gedeeld koploper was het BC. En hebben we het goed gedaan. De eerste wedstrijd, toen zei je na afloop van we zijn ver door de ondergrens gezakt. Hè? Toen bij Florian thuis speelde tegen BC. Nu absoluut niet, hè? Ik weet niet meer dat ik dat gezegd heb. Ja, dat weet ik nog wel. Ik heb het even na zitten kijken. Ja. Nou, ik heb die beelden nog even teruggezien inderdaad vanmorgen. Ik weet dat het was een wedstrijd ook met twee gezichten. Ik kreeg een penalty natuurlijk tegen. Maar dat was inderdaad een wedstrijd die niet best was van onze kant. Zeker voetballend niet. En vandaag was het voetballend ook niet heel erg goed. Maar dat komt, BSC die zette ook goed druk. En ja, dan wordt het voetbal wordt lastiger. Zeker als je het al minder onder de knie hebt. En dan moet je gewoon wat meer lange ballen spelen. En dat heeft mijn team goed gedaan. Hè. Lange ballen is ook een opbouw. En dat ging goed. Dat had anders gekund, maar dit is goed. Leenert, even wat anders. Is er alweer te roken wat betreft het dat je wat langer blijft bij Florian? Nou, we zitten, laat ik zo zeggen, de puntjes moeten nog even op de i gezet worden. Het is absoluut nog niet helemaal rond, maar het gaat, het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op en er moeten nog wat dingetjes even geregeld worden. Als dat zo is, dan laat ik het jou als allereerste weten. Buiten mijn vrouw. Nou, dat hou ik je aan dan. Oké, alleen het succes volgende week en tot snel.